En dan krijgen we te horen dat de voorzitter om 5:30 's morgens een e-mail heeft gehad van het bedrijf. Dat ze om 6:00 gaan tekenen voor de overeenkomst, verkoopovereenkomst. Dus 30 minuten voor tekening is het bestuur in kennis gesteld via een e-mail. Zo werd de Rosebel Gold Mines werknemersorganisatie, RGWO, op de hoogte gesteld van de verkoopovereenkomst met Seeing Mining, zei Otmar Biswane, woordvoerder van de RGWO, vandaag tijdens een persconferentie. De werknemers van de Rosebel Gold Mines leven nog steeds in onzekerheid. Tal van zaken over de verkoop van het bedrijf zijn niet duidelijk. Biswane meent dat de wijze waarop de personeelsleden zijn geïnformeerd over de verkoop niet op een respectvolle manier is gebeurd. Net als, je kan zeggen bijna net als in een relatie. Als we uit elkaar gaan, laten we volwaardig als partners uit elkaar, volwaardige partners uit elkaar gaan. Maar de wijze waarop we zijn opgeschrikt met een memo. Vandaar dat we de leden hebben besloten, de leden aangesloten bij RGWO, hebben besloten om dan het werk neer te leggen. Omdat men vindt, want als je de bond niet disrespecteert, dan respecteren de leden ook niet. Want het is de bond, het is het bestuur die de belangen van de leden behartigt. En als je de bond op zo'n manier behandelt, dat wil zeggen dat verlengt het door toe naar de leden. Johan Seymour wijst erop dat de leden van de bond een verkoopbonus willen hebben, omdat zij hun krachten hebben gegeven om de multinational Rosebel Gold Mines in stand te houden. De bond staat er daarom op dat de leiding van het bedrijf met de werknemers komt praten over wat zij willen achterlaten. We hebben ook een spaarplan bij Assuria, waaraan de leden zeggen dat ze vanaf willen zijn, omdat dat geen pensioenfonds is. Wij waren van plan binnen de CAO van 2021 hebben wij aan IAM Gold RGM gezegd, we willen een pensioenfonds. Omdat we niet willen dat we de toestand van Suralco hebben, waar er zaken zijn geregeld. Maar uiteindelijk hebben we gezien dat de mensen van Suralco, Bruinzeel, noem maar op, Billington, nog steeds met bepaalde vraagstukken zitten wanneer het gaat om hun pensioen. Dus wij hebben geschreven bij de onderhandelingen van de CAO 2018-2021 hebben wij de directie geschreven en we hebben gesproken dat wij samen als partijen een actuaris in leven gaan nemen om het plan voor ons te bewerkstelligen, zodat we daadwerkelijk in deze CAO die wij daar hebben, 2022, erover moeten praten. Het moet een feit worden dat wij een pensioenfonds hebben voor de mijnwerkers van RGM Rosebel Gold Mines in Suriname. Het bestuur komt morgen weer bijeen om zich te beraden. Er zal een brief gestuurd worden naar de leiding van Rosebel Gold Mines om het standpunt van de bond bekend te maken. Het werk wordt voor nu normaal uitgevoerd. Echter hunkeren de arbeiders wel naar duidelijkheid van de directie van Rosebel Gold Mines.